De helden van social media. The Musical. Social media is overal. Twitter-hashtags maken het nieuws. Maar wie zijn nu die helden die ons de weg wijzen in social media land? Wij zochten het voor je uit. Als eerste Sven Ornelis. Q-DJ, foodlover en twitteraar. Een berichtje van 140 letters. Daarin kan ik alles zeggen. Waar ik graag over tweet. Ik ben een echte foodie. Volg mij en zie waar ik van geniet. Op nummer 2, Dorothee! Jong, wulps en een tikkeltje hipster. Ze beklijft op Instagram met foto's van haar koffie, haar witte sneakers en dat allemaal natuurlijk met een coole filter erover. Ik wist niet wat ik moest doen als ik een hippe foto nam, maar ik heb nu Facebook gelinkt aan mijn Instagram. Nu word ik beroemd als een echte hipster madame. En op nummer 3, de hond van Maarten van Quali. Net zoals baby's en eten zijn huisdieren maar al te vaak het slachtoffer van social media. De hond van Maarten getuigt. Ik ben de hond van een QDJ. Dat maakt van mij ook een BV. Want wist je dat wanneer hij zich verveelt, hij mijn foto's met de wereld deelt? Maar de nieuwste hype in Appland is Meerkat. Meerkat is een app waarmee je live video kan streamen. Gedaan met foto's van eten, hipster koffies en huisdieren. De toekomst is streamen. Stream wat je wil. Stream alles wat je doet. Oh, stream van overal. Stream elk Niemendal. Stream is de nieuwste high. Elk Niemendal. Elk Niemendal. Elk Niemendal. Dankzij stream de nieuwste high. Elk Niemendal. Elk Niemendal. Elk Niemendal. Dankzij stream de nieuwste high. De helden van social media. The Musical. Bestel nu je tickets en krijg gratis een kookboek van Sven Ornelis, een hipster koffie van Dorothee en een selfie met de hond van Maarten van Quali. Kijk eens. Echt, man.